grappig, wie wandelt met wie? Nou, Toes ben echt de baas. Toes? Ja, nee, Boete. Boete? Boete, ja. Ja. Maar het ziet er goed alsof hij neemt de ug op sleeptouw. Nou, dat valt wel mee. We hebben net even boete op akker gerend, dus dat moet ook op commando. Gerend? Ja, gerend, ja. Allebei? Huh? Je moet de lieren apporteren. En nu doe ik nog even een blokje om aan hem lopen. Dan mocht daar gaan werken. Dan gaat het lekker boete liggen. En dat is Broes? Dat is Broes, ja. Ja. Ja, ik zie inderdaad het... Oh, kijk, ja, dat klopt, ja. Ja. Maar als ik... Hey, Broes. Hey, zet. Broes. Kijk, dat is heel nieuwsgierig aan de camera. Oh, de microfoon niet. De microfoon, je denkt dat het een haas is. Broes, nee. Zet. Kijk, hij denkt dat het pluizen... Zet! Broes! Ja, die heeft net nog geoefend met de... Oh, hier. Allee. Germ, ik denk dat het een bier is. Ja, zet. Hey, maar waarom... Kijk. Wat is het voor merk? Dat is een Engelse Springer. Ah, oh, dat verklaart alles. Ja. Dat verklaart alles. Zet. Dit is een soort... Ik moet net zeggen, Broes, dit is een soort van semi-zet wat ze door deze. Hè? Ja. Nee, maar dit is... Ja, we vroeger van mensen. Nou, kijk je door naar dat ding. Zo is dat. Ja. Ja. Nee, maar dat is heel laag op die plus eigenlijk. Dus als de ergens... Nou ja, zoveel knieën zien er niet meer tegenwoordig. Ja, jawel. En of dat... knieën of ja, zowel. Maar dat is gewoon... Dan moeten dat... die doen niet opstoorten, zeg maar. En die is wel hazerijn nog. Hazerijn. Dat er niet achteraan gaat, zeg maar. Dat doet er nou nog niet. Nog niet? Nee, maar het hoop ik ook niet dat niet doet. Probeer ik tenminste. Wat een prachtige hond is dat. Kijk. Kijk dat puurtje zo omhoog. Ja, maar dit had ik niet verwacht dat hij zo op zou reageren. Wie oud is ze? Die is nog 2 jaar. Oké. 2 jaar. Ja. Dus dan zou je eigenlijk een beetje door de puberteit heen moeten zien. Ja, nou, ik denk dat dat nog even duurt, denk ik. Hé, maar die gast bewust een Engelse springer aangeschaft omdat ze door ook bepaalde dingen mee hoe je gaan doen? Ik heb mijn jacht achteraan. En nou, ja, dan is het eigenlijk voor bedoeld eigenlijk. Oké. Okay. Maar dan schuut ze ook? Ja. Maar dat moet je nog echt leren zo, van krijgen en zo gaat het niet halen. Je gaat er wel heen, maar dat pakt niet, zeg maar, waar een wereldje, het pakt je niet. Maar dat moet je nog allemaal leren. Maar dat duist je dan, dat duist je dan voor voor de balans in de natuur? Ja, de populatie, zeg maar. Ja. Dat het allemaal in stand gooien blijft. Heb ze dat van toezoet meegekregen, dat die in de pap misschien ook jager hoort? Nou, mijn vrouw en daar 2 ooms van, die hebben allebei gejaagd. En zodoende eigenlijk. Ja, ik heb het altijd wel keer gewild. En ik moest het toen eigenlijk samen met schoonvader doen, maar ja, dat is het allemaal niet. Dat is toen allemaal niet van gekomen. Toen heb ik toch besloten voor er zelf aan te beginnen. Best wel een pittige opleiding. Ja, want die schoonvader is er niet meer? Jawel, die is er wel nog. Is er wel nog, ja. Ja, maar je hebt wat gezondheidsklachten. Ja, dat gaat dat allemaal niet meer. Okay. Er is ook heel wat lopen iedere keer, hè, waar je moet, hè, over die akkers en weer erin. Beek in, beek uit. Ja, maar je bent wel altijd een natuurmens geweest? Dat wel. Ik ben altijd boete. Altijd. Als het even kan, ben ik boete. Ja. En dan gaan we, zeg maar, iedere donderdag gaan we op cursus, zeg maar. En dan door die dus ook apporteren en op het schot en door de nevelig moet lopen, oversteken over het water en van die dingen allemaal. Maar is dat dan denk ik een speciale cursus voor de jacht? Ja, precies. En wat doen ze dat? In Heilje doen we dat. Oh, ja. Oh, dat is redelijk kort bij. Ja, dat is nog te doen. Dat doen we dan met een collega van mij, die woont zo. En dan nog immers, die woont achter. En dat zijn eigenlijk alle 3 springers. Maar dat zijn al broertjes en zusjes. Dat is een broertje van hem en een zusje van hem. En weten die dat nou nog? Dat weet ik niet als ze dat weten. En nou zeggen ze Duk, want wie groeit was het naast voor broerzoetkump? Dat weet ik niet, want ik heb het niet van jongs af aan gekregen. Want ik heb het toen was het ongeveer 1/2 jaar, heb ik die gekregen. Oh, dus daar is hem nog niet zo lang? Nee. Dus... ik ben er toen mee op cursus gegaan, daardoor heb je eigenlijk al die dingen moeten leren. Giet die vrouw ook wel eens mee? Nee,
Nee, nee. Omdat ze twee oomers hij die... Ja, maar ze vinden het wel heel erg leuk en interessant, het wel. Maar ze houdt zo niet van, als ik de houdt al sowieso niet van die biersten. Zo, de geef je eigenlijk de geef je niks om. Nee. Nee. Is het voor dich een zuistige als hobby? Als, maar ja, de jacht is natuurlijk... Is de jacht een sport? Nou, ik vind het niet. Nee. Dat is gewoon populatiebeheer. Dat zeg maar ook zo'n bubbeltje in een zeker biersteedje of zo wat. Of ze er ergens te veel van. Zeg daarvoor dat echt een beetje in stand te houden eigenlijk. Ja. Door is eigenlijk voornamelijk bedoeld. Misschien als je gewoon er niet van dat een bierst ergens pinnend leien is. Dat vind ik allemaal niet fijn. Maar hoe weet ze nou of een bier is, of dat ziek is? Of ik kan je zien als een kruppelluipje of zo wat. Ik kan ze zien. Hè. Of wie zich gedraagt in het veld en zo. Ja. Roes. Dus het is niet zo dat Bruce veel moet leren, maar... Ik moet heel veel leren. Heel veel leren, want ik ben eigenlijk pas beginnend, zeg maar. Dus ik probeer eigenlijk zoveel mogelijk mee te gaan met mensen die al heel erg lang meelopen. En daar probeer ik zoveel mogelijk van op te steken. Ja. Ja. En, dus is die jachtakte halen, dat is ook pittig. Dat is heel pittig, ja. Hoe lang is het door over gedaan? Ja, nou, ik heb dat in de coronatijd gedaan. Ja, toen heb ik het gewoon iets langer dan een jaar geduurd. Dus dan kreeg je wapenkennis, flora en fauna beheer en zo al een wet, regelgeving. Dus dan kun je ook, dat is niet zomaar even door, dat is zomaar dood. Hebben ze wel eens het gevoel dat ze zich moest verdedigen als ze zegt van dat ze wil gewoon jagen? Dat mensen er een totaal verkeerd beeld van hebben? Ja, want als ik het uitleg, dan zien ze ook, dan zie je ook mensen dan, dat wist ik helemaal niet, dat wist ik niet. Dan kon je met heel lange feiten op de proppen, zeg maar. Dat ze dan ook zien van, dat ze heel veel dingen niet weten. Snap je? Dan is een heel ander gevoel. Ja, want daar hing natuurlijk nog steeds dat etiketje aan van mannen die het leuk vinden om een bierste af te knallen. Ja. Maar dat is Nee, want dat is voor mij echt niet, want nee. Vind ik ook helemaal niet. Ik moet ook 10 keer nadenken als het. Snap ze? Dat is niet zo met dat. Nee, ik gewoon niet. Zeg maar voor een mini lol, zeg maar iets doen. Dat vind ik echt niet. Nee. Dan probeer je de natuur een. In stand tooien. Ja, en dan word je ook een beetje rekening ook met de stroperijen. Wat zien we en zo allemaal. En als er iets is wat meer vertrouwen, dat geven we dan ook door aan de police en zo allemaal. Want je ziet eigenlijk veel meer in het veldje. Nou zie ik heel duk, vind ik wel grappig, daar is die teutjes bezig. Ja. Nou zie ik heel duk mensen lopen met een hond en dan hebben ze zo'n teutje bezig, maar dat teutje dat zit volgens mij al 3 jaar aan, dat is dan helemaal bijna vergoon. Maar dit is voor in het bootje komen, hè? Want ik zou het niet fijn vinden als ik zeg maar, als de hond hier op straat poept en ik loop zelf wel ergens en ik ga naar binnen, shit, of naar een auto. Dat vind ik groei me alles op, alles. Behalve zeg maar, al boete bootje komen, ja, dat maakt niet uit. Ja. Ja. Heb je kinderen toevallig? Twee. Vinden die dat niet leuk? Ja, die vinden het wel heel erg leuk, zeg maar, wat de hond nou, omdat het begin de hond helemaal niet goed loestertje. En dat hij dat nou wel doet. Want in het begin, als je dan losleed, dan kreeg je hem niet meer terug, dan was je verloren. En nou, nou blijft je gewoon beeglopen. En Toes? Toes gedraagt zich perfect. Ja, mag je wel gewoon binnen? Ja. Je sloopt je ook binnen. En overdag moet ik gaan werken. En dan blijft je gewoon boete liggen. En tot als jij dan Toes komt. En dan om 700 komt mijn vrouw Toes. En de wichters komen dus door Toes. En als we te lang van Hoes zien, dan vragen ze mama's pap dat hij de hond even uitlaten. Dus dat het niet een lange lijn is. Mug je op de bank? Ja, eigenlijk niet, maar van mij niet. Maar dan kom ik Toes en dan ligt je even op de bank. Je weet wie het geeft. Ja. Huh? En dan kniep ze een uurtje dicht. Nou, richting de rest van het gezin? Ja, als ik dan kijk zo, dat de hond kijkt, dan weet je al van, ja... Weet je het niet mogen, maar ja, nou zegt er maar eens wat van, ja. Snap ze? Maar je weet het heel goed. Als de hond een fout maakt, dan is het meestal mijn fout. De hond weet heel goed wat wel en wat niet mag. Wat heb je voor werk trouwens? Ik werk in gezondheidszorg. Oké, dus en dan begint ze hoe laat? Ja, ik werk onregelmatigheidsdienst eigenlijk. Dan kan ik gewoon smiddags om 1 uur beginnen, of om 3:30 beginnen, of smergens beginnen en dan heb ik zeg maar 7 dagen in de week. Kan ze nog iets meer vertellen wat ze dan duizend in de gezondheidszorg, want ik ben wel benieuwd.
Als dat zo onregelmatig is? Of is dat privacygevoelig? Ja, dat is wel privacygevoelig, ja. Okay. Ja, ja, ja. Dus ze doet het niet aan, ze doet het niet. Hey, succes met Broes. Ja, dankjewel. Broes, succes ook met Baasje, hè? Ja. Ja. En dan af en toe moet ze wat geduld hebben, want hij zit zelf van dat er nog veel moet leren. Ja, ja, dat is ook zo. Hoi. Hey, jong. Hoi. Ja, jong. Ja. Ja. Ja, dat vind je allemaal niet. Oké. Okay.